In een ideale wereld pakken we de klimaatcrisis aan op een manier die voor iedereen rechtvaardig is. We investeren om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en om eventuele schade samen te herstellen. In zo'n wereld krijgen klimaatkwetsbare landen geen gigantische klimaatfactuur voorgeschoteld. Maar helaas is de realiteit anders. Landen met lagere inkomens worden een stuk harder getroffen door extreme weersomstandigheden en de bijbehorende schade. Toch geven deze landen gemiddeld 5 keer zoveel uit aan het afbetalen van schulden dan aan de klimaatcrisis. Sommige schulden zijn geërfd uit de koloniale tijd. Andere schulden zijn ontstaan nadat landen aan hoge interest leningen moesten afsluiten voor dringende klimaatherstellingen. Zo wordt hun schuldenberg nog groter en kunnen ze onmogelijk investeren in heropbouw. Dat moet anders. Rijke landen en historische uitstoters moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en een deel van de schulden van klimaatkwetsbare landen kwijtschelden. Want zij die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, ondervinden nu al zware gevolgen. Vind jij dat normaal? Kom in actie op elf.be/klimaatactie.